Nou ben ik al weken op ziek. Hoe zoen is Friesland eigenlijk? Oerl ben ik west. Maar wat is er nou Friesker dan dit prachtige Grijdeland? En daar jij de boeren pleetsen bij. Dus ik ging op ziek naar de koelkast van de boer. Rijtje trouw de Grijden. Nou, dat zal mij wat worden. Oh, hij zit op slot. Hey Rijtje, sjoos wel uit dat die mooie squon net smarig makkest. Oh, tje, jij bent binnen. Rijtje. Minnen. Minnen? Ja, beste minnen. Beste minnen. En als nou 41 is, daar is mijn vrouw. En die hoort nou, dat is een geschenk uit de hemel als je hem komt eten ziet. Dus jij een pleert verder? Een pleert verder. Geef wij een pleert verder. Nou Geeske, goeiedag. Hey, goeiedag. Ik kom correct bij die mooie minnen. Ja, klopt. Beste minnen, zei beste minnen, ja. Nou zei hij ze mij ja? Dat ik weer het geschenk uit de hemel. Ja, dat klopt helemaal. Ben ik het helemaal mee eens. Ben je nou skin, serio samen niet dan? Nou. Hey, ik bedoel, hij al zei dat ik het geschenk uit de hemel ben. Ja, nee, dat klopt. Ja, ja. Ik ken snel kooitje. Oh, snel? Snel, ja. Waar ben je dan? Ik ben hierboven. Dan woest hij voor een kooitje. Dat weet ik niet, mag je dat wel? Nou, dat zit ik nooit met nee, want ik mag graag lekker eten. Maar ik heb helemaal niks bij me. Oei, dat is zeer vallen. Ja, maar het programma is zo, wij komen onverwachts binnen, bij Wien Jerik, onaangekondigd. Klopt. Dus ik wil even bij die in de koelkastje, wat heb je? Want ik heb de mensen het en ik gebruik mijn koelkast eigenlijk als kelder. Dus we staan in pan met alles in, dus het is een echte... Kom maar mooi, want... Ik hoop dat u wat netjes is. Tuurlijk. Komt-ie. Oh, blender. Oh, dit is de... Oh, shit. Dat is de kelder. Oh, dit is die kelder. Dit is die jus. Ja, ja. Want nou, dat is prima. Dat kan lekker zijn. Is het een biefstuk jus? Nee, het is geen biefstuk jus. Wat hebben we hier? En ik hier Joert betacht, ik dacht, nou, we nemen een lekker stukje biefstuk. Dat eten we net elke dag, hè. Maar nee, het is wel heerlijk vlees. Dan hebben we hier nog een meer. Hier de bieten. We hebben spruitjes. De wereld aan eten in huis. Zuurkool. Ja. En dan boeter ik in brek. 1, 2, 3, 4, 5 pakjes heb je. Ja, wij eten alleen nog maar boeter. Sorry. Goeie. Ja, waar gaan we hier? De broer van Geeske. Ja. Oh, de broer van Geeske. Ja. Wat fijn dat ze op binnenkomst is. Maar ja. Luister eens even. Hebben we nog meer biefstukken of niet? Die in de vriezer. Ja, geen probleem. Bloes nog eten dan? Ja, ik moet. Ja, ik ben net zo van de pakjes. Want je ooit dan al zoen hebben wel aan je met de boerenboeter eten van de cholesterolde, maar ik denk om het zout en er zit een soort zout in pakjes. Oh, Sam, zo, ik doe nooit zout door de grieten, dus dan compenseert dat wel. Ja. In pakjes zit dus zout. Ja, het meeste wel. In het meeste pakjes zit zout. Maar dat hoort net altijd, maar zo, hier zit een heel soort zout in. Nou, beste mensen, Geeske. Ingrediënten genoeg om echt iets lekkers van te maken. En we horen het zoen. Ondertussen zullen we even naar mijn favoriete sportster. En dat is Marit Bouwmeester. En die had een hele leuke quizvraag. Ik zit natuurlijk altijd op het zout wetten. Maar hoeveel zout has nou nodig op een dag? Is dat A, 0,1 gram? B, 1 gram? Of is dat C, 10 gram? Mail je antwoorden naar frieslandzoen@omroepfriesland.nl en maak je kans op dit heerlijke boek van Rijtje. Proef je het best? Ja, ik ben nog nergens. Nog nergens? Dan nee, heb ik lekker even een bakje koffie, dat ligt niet. Ja, nee, ik mag want nog ik even... Want ik kon niet er volop aan handen. Nee, maar ik mag even nadenken, want ik heb eigenlijk van alles wat, maar er komen steeds meer mensen binnen. Dan hebben we Min al, dan hebben we Geeske al, dan hebben we Chris hebben al. Geeske, dat is echt een keukenprins zijn, hè? Ja, hè? Ja. Maar waarom wie ik nou de schenk uit de zevende hemel? Oh, net uit de zevende hemel, jongen. Nou, net uit de zevende. Nou, uit de hemel dan. Het is Geeske haar... Wat zal ik zeggen, Chris? Hoe moet ik dit even tactisch zeggen? De zevende is even tactisch. Het is net haar favoriet om te kooitje. Dus het, eigenlijk is het oh, dus hij denkt bij jezelf van nou, we zullen wel wat er komt. Maatje, de geest van, ik ben er bijna. Ik heb haast. We maken mooie reepjes, pittige biefstuk. Maar je schut niet van sippeltjes en tomaten. En daar ben ik kruiden erop, want hij stikt zelf nog wat rozemarijn.
Dan zeg die rode bieten. Dat is een lekkere combinatie met appel en een lietse sippeltje er toch in. Misschien heeft dan een hele beetje jeert in huis, dat weet ik net. Maar dat vinden we vast wel ergens. Ja. Dan hebben we de jerpels. Nou, die moesten eigenlijk al op. Ja, om het dit te zorgen. Ja. Dus je bent wat zacht, dus dat hoor. Maar als we ze nou eventjes sieren in malken. Sieren in malken? Ja. En dan doen we er een eiken terug in en een beetje mosterd en een beetje cheese. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, het werd er in mijn ogen om het tos. En dan kun je even malken krijgen. Dan geef je even mijn minnen naar de keiwol. Nou ja. Als je dan ondertussen de jerpels schilt. Dan schil ik ondertussen de jerpels. Doe we. Doe we. Vrouw, je hebt nog wat malen koeien. Jawel. Nou, maar ze knuffelen. Ja, ze zijn knuffelig. Nee, dat zijn. Nou, maar zit het Fijs van de Pijs. Fijs en Kerst het net krijgen. Nee. Bedankt, hè. Het is hier lang net onverschillig. Wij nemen mij, hè. Tjoch, hè. Die jerpels perfect skilt, dan word ik graag als het volgende van mijn dorst. Dan pak je die jerpels en die snijst in sokken plakjes. Prima. Lieken ze dikte, hè? Want hoor dan is het hier een jelle keer aan de oren. Tja, doe ik er vast een beetje malk in. Dat is de shim wat een vette malk, jongens. Heerlijk. Prachtig, hè? Prachtige malken. Hup. In hele ringen. Dat laatste stukje dus even zo. Hup, bij me goed pakken en bij die herpels zien. Eerappels koken in malken, nou dat ben ik heel benijd. Nou. Ja, ik zet hem even op full power. Want als dit nou lekker is, hè, dan geven we dat elke dag van. Eerappels met malken. Ja, hè? Ja, zeker. Nou ja, dit... Heel benijd. Het recept kwam op een sidesje, hè? Ja. Maar waarom zie je die herpels nou eens in malken? Waarom zie je die in de malken? Nou, sure. In ieder geval één ding. Malken had meer smaak dan wetter. Helemaal minst. Dat is hier. En dit is natuurlijk een speciale bereiding, want we doen een siepeltje erbij. Er zit een beetje knoflook in, een beetje kruin. Er komt daar een eiken erin. Dus een hele orde bereiding. Maar ja, malken, die malken van Jemme, daar zit ik vet in. Ja. En wat zo'n vetten, hè? Want die zit ik in de boete. Nou, Chris, begint het je al lekker te roepen, komt hè? Heerlijk, Ruizen. Ja. En dan zetten we nou de siepels op, dus dan kan je het helemaal... Dan roept het hele hoes. Ja. Hij is toch in les van de egen, hè? Ik ben er ontroerd van. Hè? Ja, ja. Ventileren, letten. Goed ventileren. Sommigen zitten de kraan in letten. Ja, en ik heb een handtip. Kerst ik een doekbril opzetten. Hè? Een leuke tip. Een doekbril? Nou, dat vind ik zeker een hele goede tip. Eigenlijk je neemt een doekbril opsteken, dat vind je grappig. Ja, ja, tuurlijk. Dan moet je de trainen. Ja. Malken, mijn ei, ja. Beetje zout en peper. Hupsakee. Lekker in zien. En jerpels zien in je eigen malken. Mooi, hè? Klasse. Nou. En dan valt ik maar de kont in de boeter, Chris. Ik ga het roepen. Tjoch, hè? Lekker een glasje wijn erbij. We litten het dus goed smaakje. Lekker eten. Dan brukt een soort zout, valt me op. Maar het smaakt het wel best, hoor. Vies het te zout? Ja. Nee, vies het te zout? Nee. Oh. Nou, ik proef het haast net, nee. Nee. Vies het te zout, want dan brukt het helemaal geen zout. Ik vind het heerlijk. Ja. Ik eet ook extra langzaam om ervan te genieten. Nou, je bent enorm gastvrij. En dat willen we graag eventjes met een verrassing afsluiten. Maar zo zijn we zien. Oh, jongen. Hoe ligt het in? Alsjeblieft. Dank je wel, Rijks. Ik denk, wij hadden koekwas plunderen als je krijgt direct een tuur. Nou. Lekker met die. Geweldig, hè? Je krijgt alle keer lekkere zoenen dingen erom. En wat ik nog belangrijk is, dat er binnen hele mooie, stevige jerpels bij. Mooi. En dan wist nou hoe is het Mighty Maas. Dus die kennen er ik bij. En ik zou zeggen, hier nog lekker genieten. Nou, ik zou je wel zeggen, ik ga één conclusie.
Het Friese boerenleven is zoen. En de receptuur, die zul je hier op een zien. En die receptuur, hè, als je nou geen rauwe molken hebt, omdat je geen kei hebt, gewone molken ken ik wel. En denk erom, hè, had ik gewoon bel je, iepen van.